Nou, het is een lekkere natte herfstvakantie dit jaar. Ik zit op de camping in Frankrijk. En door die stakingen hier is er voorlopig geen benzine. Dus ik zit nog wel even in de regen. Mijn man is uit sympathie met die Fransen al een week aan het staken van zijn werk. Maar ja, zijn baas die schrijft het gewoon af als vakantiedagen. Ik zit in de US Army en afgelopen woensdag mochten we allemaal openlijk homoseksueel zijn. Maar toen werd het de volgende dag ineens weer teruggedraaid. Ja, toen had ik het al tegen iedereen verteld. Ik begrijp niks van die Amerikanen. Homo's zijn juist uitstekend in te zetten in het leger. Ze kunnen de barakken poetsen, ze hebben ervaring met nauwe ruimtes en ze passen met 6 soldaten in 1 stapelbed. De nieuwe film van Dick Maas over een slechte Sinterklaas is nu al een enorm commercieel succes. Hierdoor geïnspireerd zijn we bezig met een film waarin Bassie en Adriaan worden vermoord door Nijntje. Vervolgens veranderen ze in zombies en gaan kinderen uitmoorden. Ik vind het niet leuk dat Dick Maas een horrorfilm gemaakt heeft over mij. Terwijl ik nota bene de goedheiligman ben. Ik zal nooit iemand kwaad doen. En daarom ga ik Dick nu publiekelijk onthoofden. Nee. 100 miljard bezuinigen in Engeland? Ik weet wel wat de oplossing is. Laat ze gewoon de gulden terugbrengen als wettelijk betaalmiddel.